alle kijkers van IT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de Twinkling 2 met Ido. Hi. En ja, we zijn vandaag weer in het park met achtbaan en alles, dus ja. Hé, ik hoor je niet. Ik hoor alleen maar gedeeld. Ja. Wat heb je nou eenmaal? Als je zoveel achtbaan hebt. Maar, en keizer ons geld. Ja, we zoeken zoveel en die gaat. Maar wacht even, hè? Wat is er te wachten? Oktober, jaar 3, dat is het bijna. Ja, ik denk ook dat we de volgende aflevering nog gaan halen, denk ik. Precies. Maar wat waren de requirements? Nou, die hebben we waarschijnlijk allemaal gehaald. En ik ga straks de botsauto's maken. De botsauto's? Ik wou eigenlijk die opmerking ook bij maken, maar ik dacht van laat maar. 1100 bezoekers. Nou, we zitten er 1000 overheen, dat kan meer. Nou, de raining man, halleluja. Ach, begint te gaan zingen, hè? Nee hoor. Ik kan maar een keer een koffer opnemen misschien. En nou, top 40 halen. Dat zou wat zijn. Neem je een koffer op, zeg maar Spotify, haal je random de top 40. Dat zou heel wat zijn. Het zal waarschijnlijk niet zo snel gebeuren, maar... What the fuck? Dat kan. Oh, je hebt ze... Oh my god, je hebt gelijk alweer heel wat geld uitgegeven aan advertenties. Precies. Wow. Ja, dat was iets standaard. Zoiets. Ik tikte mijn beeldscherm iets aan, toen hij tegen de veer aankwam, je hoorde dit. Nee? Ja. Dit. Heb ik af en toe ook. Ja, ik stond er vandaag nog om... Nee, dat was net nog. Zat ik bijna met mijn vinger vast in de standaard. Dan denk ik zo van, hoe dan? Ja, ik krijg gewoon voor elkaar. Dat is gewoon... Dat is gewoon zo. Ja, botsauto's. Gelijk plaatsen. Kom het toch even. Ik ga een terrormachine bouwen. Terrormachine? Wat bedoel je daarmee? Hij staat er al. Nou, kijk zo wel even. Dat laat ik mooi even staan. Hij staat er. We hebben een prijs gewonnen met het slechtste eten van het land. Oh, ik heb een melding gekregen, maar... Maar gelijk toen ik ook joinde, toen kreeg ik al gelijk weer een netwerk. Dus... Desynchronisatie. Ja, dat ja. Ik spreek over je helemaal de tong uit. Het is wel echt één groot mierennest, dit park. Ja, dus ik ben wel blij dat we binnenkort dan even weer naar een ander park toe gaan. Het is gewoon chaos. At the moment. Het is echt één grote puinzooi in het park. Dat is waar. Sommige plekjes na dan. 6 mei. Dag dus na bevrijdingsdag. Mhm. Heel droog. Toen ik nog een relatie had, was mijn schoonvader was toen jarig op 4 mei en mijn ex was op 5 mei jarig. Toevallig. Echt hè? Mijn ex-schoonvader dan hè? Huh? Je hebt toch geen relatie? Ja, nee, dat snap ik. Dus. Ja, soms heb je dat hè? Zulke soort dingen. Ja. We doen al 4 uur de dood stil. De verjaardag om 8 uur. Ja, zoiets. Dus. It could be happen sometimes. Mensen hebben honger. Oh god, bedenk aan Theme Park IQ. Ken je dat spel?
Volgens mij wel eens van gehoord, maar ik zal het niet weten hoe dat spelen. Misschien spreek ik dat ik op IMT spelen. Oh, je hebt een bewegingssimulator. Nee. Oh nee, die is niet gerepareerd. Of ja, ik heb er een klacht van binnen. Je hebt iets anders gebouwd. Heb je een draaimolen neergeplant? Ja. Oh god. En ik heb echt gewoon helemaal in de andere hoek van het park gebouwd. Ik bouw heel efficiënt. Ik denk van, deze hoek die begint een beetje uit te sterven met attracties bouwen en zo. Heb je er een schoonmaker op gezet? Ja, en een bewaker zelfs nog. Ik pak een spelletje tennis erbij en ik had het toen eerst beïnstalleerd op Windows 10. Het spel was altijd geniaal. Ga je dat nu erbij pakken of hoe zit het? Got him! Oh, je hebt hem al. Het spel komt uit... Jezus. Stoffig. Er zijn nergens een release date hierop. Kou. Er zijn maar 15 levels. En 2000. Lekker oud. Lekker al 19 jaar. Ja, dat ligt een beetje aan in wat voor tijd van 2000 is gebouwd. Ik had een parkwaardering. Ja, ik zie het. Dat is wel hoog. Ja, allemaal de maximum. Kijk, wat is de volgende attractie eigenlijk? Een dubbels deks. Wauw, wat een top twist. Een dubbels deks cabine. Verklap maar even 50 keer achteraan. Nou, probeer eens. Nee. Hé, maar ik krijg altijd van die bericht binnen. Dit is nog niet gerepareerd, dat is nog niet gerepareerd. Dus ik heb extra klusjes op een deurtje. Ja, kijk, we hebben er ook maar 4. Vind je het gek? Misschien moeten we nog wat meer aan eten. Oké, wat de fuck ben je aan het doen? Nou, mijn game is gecrashed. Oké, okay, be right back. De game is gewoon serieus gecrashed. Ja, nee, het hoor. Zo, we zijn er weer. De game is 5 minuten teruggezet door een autosave. Dat is heel erg fijn. Maar wat doe je eraan? Nou, helemaal niks. Mijn game was eigenlijk letterlijk gewoon gecrashed. Ik moest bij mijn hele. Moest gewoon letterlijk mijn taakbeheer naar mijn tweede beeldscherm toe. Om gewoon de game af te sluiten. Zo was hij dus gecrashed. Dat krijg je, want deze game is nog steeds niet af. Deze mod. Ja. Dus vandaar. Oh, jee, gelijk weer dit soort. Netwerk desynchronisatie. Woehoe! Ja, beter dan de vorige poging. Toen gelijk al de lasten van. Nou ja, de vorige poging ging veel harder. Dat was een veel grotere desynchronisatie. Mijn hele game crashte. Ja, oké. Okay. Dat is een desynchronisatie op zijn hoogste punt. Klimp ik even hier neer. Ben ik maar net even. Ik moet zo meteen een belangrijk telefoontje krijgen. Ik heb mijn telefoon nog op stilstaan. Ja, dat is heel erg verstandig dus. Ah, dan bellen ze wel terug. Ja, dat kan ook. Het bepaalt wat ik zeg van leuk. Moet je ook maar net zoiets zeggen van ja, ik ben altijd bereikbaar. Ja, ik bel wel zo terug. Uf. Is dat toch wat zeggen? Ik krijg heel veel schrap. Had ik, was ik op stage, gingen er 3 telefoons tegelijkertijd af. Ja, dat is ook fijn. Mijn werktelefoon ging af. Mijn telefoon aan het bureau ging af. En mijn eigen mobiel ging tegelijkertijd af. Ah. Dus ik met 3 telefoons, goeie weer, echt met ik zit heel even in de wacht, want ik ben nog in gesprek. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje grappig. Ik zie echt gewoon overal waar we de attracties hebben gebouwd, gewoon op, echt gewoon een beetje aan de rand van het park.
en het midden totaal niet. Dat is eigenlijk gewoon zo'n groot dolf met paden overal, dat je denkt van, what the fuck. Maar ook al ons geld. Ja, dat is money. Ka-ching! Zoiets. Ik ga nog steeds de hik krijgen. Dan hoop ik niet voor je. Het zou leuk zijn. Ik ga zo even een fonteintje weer plaatsen. Wat ga je doen? Een tuincentrum? Nee, een fontein. Dat is geen tuincentrum. Dan kunnen we meteen weer de prei erbij halen. Oh nee, toch. Tuincentrum, de prei. Zo, oké. Aankleren, die shit. Aankleren? Ja, dat is wat ik zei. Maar ik wist hier een grote boom nog van kernenergie. Grote boom van kernenergie? Zo. Kernbom. Is dat een energiecentrale? Ja, ik wel. Huh? De kernbom? Nou, volgens mij is een kernbom een soort van... energie. Weet ik niet. Spiraal 8.1 is kapot gegaan. Het spel speelt stukken beter dan Rollercoaster Tycoon World. Dat kan ik begrijpen. Dit spel is tenminste niet zo broken. Dat je zelf in de eerste missie, in een van de eerste missies al kan softlocken. Ja. Als je niet weet wat softlocken betekent. Een softlock betekent letterlijk dat je jezelf blokkeert in de game zelf. Dus in de progressie die je kunt maken. Dus als voorbeeld, als jij een sleutel moet hebben. En je gooit de sleutel in de void, in een game, dan heb je jezelf gesoftlocked, zodra die sleutel niet meer terugspawnt. Dus een goede game zou ervoor zorgen dat je A, die sleutel niet kan weggooien, of B, dat die sleutel terugspawnt. Of C, dat je gewoon compleet overnieuw moet beginnen. Dat kan natuurlijk ook nog. Zei je? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, en dat is helemaal scheid. We hebben met bijna 12.000 euro. Ja, wat moeten we met geld eigenlijk tegenwoordig? Maar dat hebben we altijd. Eerste moment gaat het altijd moeilijk met het geld. En de laatste denk ik van, oh, ja, gaat altijd nog best wel goed. Ja, ik ga een achtbaan bouwen. Nou, zullen we dat maar even voor de volgende aflevering... Mag. Want ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later. Cheers.